Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik lig hier lekker in het nieuwe, ja, hoe moet je dat zeggen? In de nieuwe kamer, slaapkamer. Lekker geslapen vannacht. Ik ben wel een paar keer wakker geweest, maar ik had gewoon zoveel pijn in mijn lichaam. Maar goed, we hebben nog een klein stukje op te ruimen. En dan, ja, houden we het voor gezien. Vanavond nog heel eventjes beneden eventjes schouwen en stofzuigen en een dweldoor doorhalen. En dan vinden we het wel prima. En dan gaan we gewoon lekker genieten van de dag. Het wordt een hele warme dag. Dus, ja, we doen vanochtend wat en dat was het. Dus, ik ga heel eventjes mij gaan aankleden. En dan, zorgen dat we aan de slag kunnen. Nou, daar zijn we weer. We gaan testen. En wat gaan we testen? Julan? Hoe heet het? Knoppers. Het zijn knoppers. En het zijn twee verschillende. Eentje de gewone. Die kent bijna iedereen wel. En deze is met yoghurt. En Inge, waar heb je daar gehaald? In Duitsland. In Duitsland. Bij de combi. Bij de combi. Okay. Inge had hem meegebracht. Ze zei, dat wil ik testen. Nou, oké, prima. Gaan we testen. Het is de nieuwe yoghurt-editie. Ja, nee. Dus we gaan eerst de gewone testen. Ik vind dat wel gewoon een afgepakt met alle stickers eraan. Ja, klopt. Maar je hebt hier zo'n streepje. Ja, kijk. Ik heb ook alle stickers aan. Tja. Allemaal tegelijk, hè? Ja, dat is gewoon knoppen. Lekker. Chocola, melk. En wel lekker schoolkoekjes. Nootjes. Lekker. Lekker wel Nutella koekjes. Met wafel. Ja. Hanuta is ook lekker. Kijk dan. Mm-hmm. Ik koop ook altijd in Duitsland. Klopt. Dan gaan we de yoghurt proberen. Kijken of er verschil in zit. Welke lekker is. Ja, heel erg. Je hoort ondertussen geschreeuw op de achtergrond als ze zijn buiten aan het spelen. Deze ziet wel een beetje anders uit. Ja. Het is meer melkachtig. Waar normaal de chocola zit, daar zit nu melk. Oh nee, is niet echt dikker. Dus dat is het verschil. Ja. Zal het lekker smaken? Ja, maar iets zuurder. Ja. Nou, ik melk. Melkachtig zuurder. Ja. Ja. Ik zoet er ook. Ja, ook. Ondanks dat er minder chocolade is. Romiger. Ja. Romiger smaakt het. Maar. Welke vind jij lekker? De originele. Ja. Ik vind het lekker om dit zo te proeven. Maar zou ik het nou zelf kopen? Moet ook gewoon een normale nemen. Ja. Dus de conclusie van ons, koop gewoon lekker de normale. Je mist er niks aan. Nee. Het is wel lekker, maar... Het is lekker voor een keer geproefd te hebben zoals we nu doen. Maar het is niet zo dat we morgen naar de winkel rennen om dit te halen. Nee. Het scheelt Duitsland, het is best een eind van de vier. Ja, dat klopt, maar toch. Hè? Ja. Bij wijze van spreken. Ik kan morgen nog wel rennen naar de winkel. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dus, de originele vinden we het lekkerst. Ja. Hi! Hi. Wij gaan op pad naar de Helftheuvel. Ja, dat. Ja. Even winkelen. Ja. Moet ook gebeuren. Ja, toch? En de kinderen zijn nu aan het zwemmen. En... Er liggen een paar op bed. Ja, er liggen een paar op bed. Dus... Wij gaan lekker even relaxen. Mag ook wel naar gisteren. Zeker. Nou ja, en vanochtend. Ja, en vanochtend. We hebben vanochtend ook nog opgeruimd. Dus, maar goed. Wij gaan onderweg. Hier rechts. Nou, daar zitten we weer hoor. De kinderen zitten binnen, wij zitten buiten, want het is veel te warm. Ja, dat. Maar, we hebben weer iets te proberen.
Want Inge die had iets gezien. Ja, we willen graag pure chocola. Wij zijn van de pure chocola. Dus ja, dan moet je wat proberen als er wat nieuws in de winkel ligt. Maar we hebben nog iets meer. Want je hebt nou die kraskaarten bij de Albert Heijn. Ja, en dan mag je dus af en toe wat gratis meenemen. En we hadden de Schweppes. Ja, dat drinken we toch niet, dus dat nemen we niet mee. Maar dus, ja, we hebben toch gezegd, alle kaartjes wat we mee mogen nemen, dat nemen we mee. Ja, gaan we gewoon uitproberen. Dat. Dus we hebben de Schweppes Mojito. Ja, bezopen zonder bezopen te worden. Ja, dat. Non-alcohol. Dus, ja, mij ook. Wil je eerst het drinken proeven? Ja, doe maar. Want we weten toch wel dat iemand deze lekker zal doen. Ja, waarom? Nou, proost. Proost. Het ruikt wel naar mojito. Ja, het smaakt ook naar mojito, alleen geen alcohol smaakt erachteraan. Ja, maar als je zegt dat het een nieuwe soort 7-up is, geloof ik je ook. Ja, met munt. Ja. Ja. Is het heel bijzonder? Nee. Ja, heb ik toch wel de liefste, de echte mojito. Zo beter. We kunnen dan naar de stad. Ja, niet Niels. We zijn al de hele dag. Nou ja, vanochtend waren we hier. Ja. En vanmiddag zijn we eigenlijk de hele middag weg geweest. Ja, hoe laat gingen we weg? 2 uur of zo. Ja, zoiets. En toen kwamen we terug. We zijn eerst naar een winkelcentrum geweest. Toen konden we niet vinden wat we moesten vinden, want ze wilden bikinis halen voor Jinte. Ja, die was haar bikini weer uitgegroeid. Ja, dus... Maar een bikinis mee in, was veel te klein. Nou, dat. Dus toen zei ik van, nou, dan moeten we maar naar de stad. Dus toen gingen we naar de stad. En toen vonden we nog geen bikinis. Nee. Overal is alles uitverkocht. Blijkbaar is er geen zomer in Nederland. Nee, dat. Of ga je ook niet zwemmen net na de vakantie? Nee, nee, nee. 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 Dus ja, dat. Dus we gaan maar niet naar de stad toe gaan, Niels. Liefst op slapen van de moeheid op de bank. Oh ja. Dus, maar ja. Ja. Het is niet anders. Maar dit is gewoon 7-up met... Dat smaakje. Ja. Nou, dan deze. Het is niet vies overigens hoor, dus wel een aanrader. Het is gewoon niet... Het is wel een aanrader, maar als je het echte mojito wil, dan ja, met alcohol. Het ruikt op je. Ja. Nou. Ik denk dat deze beter is dan de andere. Nou. Ik vind deze ook beter. Nou, goed uitgevonden. Ja. Ik darke versie. Ja, ik vind deze beter als de gewone. Ja. Ja. Deze is ook wel sneller halen dan die andere. Die andere komt ook bijna nooit. Nee. En die zak is straks al leeg. We zijn geen snoepkont, dat lijkt me zo. Ja, dat. Ja, dus. Dus dat. Dit is voor mij een 7 uit de 10. Ja, ik vind het heel bijzonder. Doe maar gewoon een 5 of zo. Gewoon middel. Ja, oké. Maar ik vind dat het wel echt naar mojito smaakt. Ja, dat klopt. Maar ik vind het niet bijzonder om te halen. Nee, ik zou dit ook niet halen, maar gewoon qua smaak vind ik het een 7 uit 10. En deze vind ik... Nou, die halen we morgen maar een nieuwe zak. Een 9,5 uit 10. Ja, dat. Toch, bij het eens? Ja. Nou, dat. Dus, alvast wel trusten. Ja, doei. Een hele goede avond. Ik heb niet meer gevlogd. We zijn eigenlijk de hele tijd bezig geweest. Ik ben nog heel eventjes met Inge naar de stad geweest, want Inge is dinsdagjarig. En ik had met haar man bekokstoofd dat ze schoenen ging krijgen. En hier zit de sketcheswinkel. Dus ik moest met een smoes naar die sketcheswinkel. Toen zei ze, ik ga wel mee. Dus dan heb ik schoenen daar staan passen. We hebben dezelfde maat, dus ik weet ongeveer hoe en wat. En ze heeft altijd sketches, dus dat is gewoon goed. En toen zei ze van, ja, ik wil eigenlijk wel die schoenen. Ze zegt, je hebt die schoenen nou. Ik zeg, ja, ik heb nou die schoenen. Ja, die wil ik eigenlijk ook wel. Ik zeg, die ga je niet kopen. Dus, nou, hè. Dat. En die heeft haar zoon meegenomen in de auto. Dus die moet hij daar aan papa geven. En zodat die dinsdag die schoenen cadeau kunnen doen. Dus ja, dat is de bedoeling.
En vanmiddag hebben we eigenlijk met z'n allen lekker quality time gehad. En gewoon niks bijzonders gedaan. Gewoon lekker gehangen hier. En met de kinderen geknuffeld en gedaan. En voor de rest gegeten. En toen zijn ze weggegaan. Hebben we de kinderen op bed gelegd. En nu zitten we lekker op de bank. Het is opgeruimd. Dus ja, dat. Meer was het niet. Ik heb ook niet gefilmd of zo. Ik heb gewoon echt niks gedaan. Niels die zit lekker hier. En we gaan vandaag niet al te laat naar bed. Een hele goede morgen. Wij gaan lekker eten. Nou, ik heb boven gepoetst. We hadden van de week al boven gepoetst, maar ook veel stof vrijgekomen. Moment. Maar er moest even gepoetst worden om de rest van de stof ook te verwijderen. Maar wat ik dus ook heb gedaan, ik heb alle toeterauto gebeuren bij Liam op de kamer neergezet. Dus dan heeft hij ook weer wat te doen. Ik heb de douche helemaal gepoetst. Ik heb Jordi's kamer gedaan. Jordi's kamer helemaal gepoetst. Ik heb Sam zijn kamer helemaal gepoetst. En bij ons op zolder alles helemaal gedaan. Ik moet nog even een mat neerleggen. Voor Jordi. Okay. Joef, hou nou eens op. Die hond is loops. Dus die heeft iets of wat een ander gebeuren. Momenteel. Maar in ieder geval, hè. De mat ligt. Bij Sam heb ik de kamer gedaan. Boven op zolder heb ik gepoetst. Dus ja, ik ben boven klaar met poetsen. Dus dan ben ik voorlopig klaar. Want Niels die gaat vanaf morgen weer werken. Dus heb ik geen tijd om te poetsen. Want hè, ik heb natuurlijk die drie etters. Maar ik heb niet alleen die drie etters. Want vanaf woensdag komen Julan en Nout hier logeren. Dat wilden ze heel graag. Al even. Julan is natuurlijk van de week gekomen. Maar het is een tweeling. En ze wilden alle twee samen hier nog logeren. Dus dat gaan we ook doen. En zondag gaat Niels met Julan, Nout en de papa van Julan en Nout, Emiel, zwemmen hier in het zwembad. Dus dat. Inge is er dan niet. Want de kinderen wilden een keer zonder mama zijn. Dus hebben we dat zo geregeld. Dus vandaar. Ik ga nog even alles wegzetten. En dadelijk een keer eten. Ik kan het even laten zien. Het is gewoon precies hetzelfde. Ik heb alleen overal een doek overheen gehaald. En gedweld. En gestofzuigd. En ja, ook die staat er. En mijn stapeltje moet er ook weer staan. En voor degene die denkt, wat zit daarin? Nou, vrouwelijke dingen. Want geheid dat ik die vraag ga krijgen. Maar goed, ik ben klaar. Ik ga naar beneden even voor drinken. En dan ondertussen nog was doen. Dat soort dingen beneden nog opruimen, poetsen enzovoorts. Maar boven is het klaar. Voor nu. Niels is heel eventjes met Liam weg. Hij was naar de winkel geweest met alle drie de jongens. Maar hij had een kilo aardappels gehaald. Ik heb niks aan een kilo. Ik moet 3 kilo hebben, want ik gebruik 1,5 kilo per keer. Dus dan, ja, dat. Ik weet dat het een droom is. Want we eten vandaag gekookte aardappels. Een worstje en etch mijn worteltjes. Vind ik gewoon zo nu en dan helemaal geweldig. Dus dat is wat we eten. Maar ja, dan had ik bedacht, dan heb ik voor 2 keer aardappels. Maar dat ging dus niet door. Maar goed, hè? Dat was weide. Jordi ligt nu even bij me. Moes die geeft Liam dus mee om eventjes die aardappels te halen. En Sammy staat daar. En dan ga ik dat eten maken. Boven ben ik dus al helemaal klaar. En ondertussen doe ik beneden nog van alles. Dus ja, dat. We moeten gewoon van alles doen. Van alles doen! Maar ondertussen is Jordi steeds aan het vluchten, want hij wil zijn tablet, maar die is leeg. Dus. En zie je het dan vluchten?
Ben je niet aan het vluchten? Hier zo. Hm? Ben je niet aan het vluchten? Kleine rat. Kleine rat. Je bent een rat, jij. Je bent een rat. En hij is heel vrolijk, dus daar doen we het voor. Ik denk dat hij blij is dat het nu wat rustiger hier is. Maar druk vindt hij ook niet erg, kan hij wel steeds beter mee overweg, dus dat is mooi. Mijn hele huis heb ik vandaag gepoetst. Morgen gaat Niels verwerken. Maar nu is het tijd om naar bedje toe te gaan. Ik ben echt druk geweest met poetsen vandaag. Ik heb weinig gevlogd. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende.